Vandaag in Dongen. En ik moest per se gaan kijken bij twee handjes. Goedemiddag. Mag ik u iets vragen? Ja, tuurlijk. Waar loopt u warm voor? Waar ik warm voor loop? Ik loop iedere dag warm voor heerlijk met mijn eigen bedrijf bezig zijn. En wat doe je? Ik geef workshops. Dus ik zie de hele dag gezellige mensen in mijn atelier. En daar word ik zelf ook blij van. Ja, en wat voor workshops geef je zoal? Workshops die ik geef zijn groendecoraties. Ik doe keramiek glazuren. Glaskralen maken, sieraden maken, lekker schilderen, speksteen bewerken, beeldhouden. Ook heerlijk om te doen, gewoon lekker buiten. Gewoon hoofdje, kopje lekker leeg maken door gewoon creatief, gewoon lekker aan de gang te doen. Dus heel breed eigenlijk? Ja, heel breed. Echt, ja. Dat ja. Geeft mij zelf ook gewoon weer een blij gevoel doordat je zoveel, er zijn zoveel leuke dingen om te doen. Ja. En ja, niks mooier als al die dingen de hele dag zelf ook mee bezig te kunnen zijn, dus top. En die passie heb je al lang? De workshops geven doe ik al een jaartje of 15 nu denk ik, ja. En ja, daarvoor heb ik eigenlijk alleen maar groendecoratie workshops gegeven. En daarvoor heb ik nog 7 jaar een bloemenwinkel gehad. Maar dan een bloemenwinkel echt en je zegt van wauw, ieder seizoen. Wat er is, dat je daar gewoon op proeft. In de zomer wandel je door het strand in de winkel. In de herfst door de bladeren, met de kerstperiode. Wandel je door de dennenaalden. Dus ja, eigenlijk al wat ik in mijn leven al gedaan heb, is gewoon met enorm veel passie. En ja, werk zo'n beetje 6-7 dagen in de week. Maar zo. Ja, kost eigenlijk gewoon weinig moeite. Ja. Omdat het gewoon heerlijk is om te doen. En heb je nog plannen voor de toekomst? Ik vind zelf dat ik al heel veel uren gemaakt heb, zeg maar. En ik wil eigenlijk zelf, hetgeen waar ik nu les in geef, wil ik heel graag nog gewoon op een andere manier doen. Dat je niet aan het commerciële gedeelte hoeft te denken. Hè, dat je pandje betaald wordt, de rekeningen. Maar dat je gewoon anders kan denken, gewoon alleen maar met het creatieve bezig zijn. Dus dat is wat ik over een jaartje of 6 ga doen. Heerlijk emigreren naar een warm landje. En daar gewoon lekker beeld houden, schilderen, met mijn glaskralen bezig zijn. En alleen maar doen wat ik ze dan op dat moment zelf wil. Nou, heel fantastisch, mooi. Ja. Dan wens ik je heel veel succes. Ja, en nog heel veel plezier hier in Dongen. Ja, gaat lukken. Bedankt voor het interview. Ja.